Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer je kijkt. Mijn naam is Jeffrey en ik geef met veel plezier Duits in klas 4 VBO T op PTLS Impuls. Wat betreft het vak kan ik je het volgende noemen. Dit schooljaar zijn we bezig met de methode Neue Kontakte. Neue Kontakte bestaat uit een tekst en werkboek. Naast een tekst en een werkboek kan ook online via It's Learning aan opdrachten gewerkt worden. Erg handig bijvoorbeeld wanneer een leerling zijn of haar boeken vergeten is. In periode 1 en het eerste deel van periode 2 zijn we bezig met hoofdstuk 1, 2 en 3. Als we dit afgerond hebben, gaan we bezig met het schrijfvaardigheidsonderdeel en het kijken en luisteren. Want eind periode 2, dat wil zeggen in januari van het schooljaar, wordt eerst de schrijfvaardigheidstoets gemaakt. En eigenlijk in de week daarna de kijk- en luistertoets gemaakt. Ondertussen moeten we ook bezig met het onderdeel spreekvaardigheid. Leerlingen mogen in een filmpje of een vlog vertellen over dingen die zij leuk vinden waar hun eigen passie ligt. Aan de hand van dat filmpje hebben we dan nog een gesprekje en op basis daarvan krijgen leerlingen een cijfer. Daarnaast is er nog één onderdeel dat erg belangrijk is om het centraal schriftelijk eindexamen goed af te ronden. En dat is dat je een woordenlijst met signaalwoorden, dat noem ik in het Duits de frequentlisten, dat je die goed oefent en leert. Dus de allerlaatste toets die ze maken, dus dat is de toets die eind periode 3 gemaakt wordt, dat is de toets over de frequentlisten. Aangezien het centraal schriftelijk eindexamen bestaat uit het onderdeel lezen, zijn we ook in lessen daarmee bezig. Ik heb in het schooljaar één blok van 90 minuten, waarin ik dus eerst met de hoofdstukken de spreekvaardigheid, de schrijfvaardigheid, het kijken en luisteren bezig ben. En één blokje, een wat korter blokje van 45 minuten. Daarin ben ik voornamelijk bezig met het oefenen van het centraal schriftelijk eindexamen. Erg belangrijk, omdat dat uiteindelijk de helft van je cijfer is. Ik hoop dat je wat duidelijker is geworden hoe we dit schooljaar werken in klas 4 VMBO-T. Bedankt voor je aandacht en je weet, Deutsch macht Spaß.